Nog een kwartier en een belangrijke wissel van Frank Verkouter. Hubert eraf op het middenveld. En spits Kennedy erbij. Alles op alles. Want de tijd begint natuurlijk te dringen. En het wil niet echt vlotten bij Racing Genk. De Bruyne snel. Te zeer moet hem draaien. Draait hem hard en goed. En dit is de kopstoot van Kennedy. Ja. Wat een wissel. 1-1. Plots is de titel daar terug. Er staat er 2 minuten op. De jonge Nigeriaan. Kijk eens aan. Schitterende trap van Daniel Cazet. En het stadion gaat hier van de grond uit zijn voegen. Standaard had de controle, dachten wij. Maar deze man breekt het open voor Racing Genk en Jos Fase. Oh. Dit kan de goal van de waarheid zijn. Nog eens kijken, hij kopt fantastisch en Canoe verliest dat duel in de lucht. Staat verkeerd, te zeer. Schitterende trap natuurlijk, Bolo kan niet komen. Het staat 1 tegen 1. Van de Bruyne, de Bruyne, corner nu ondertussen kort genomen, bal van de goal, Kennedy, hij kopt die bal erin en dat is natuurlijk een gouden wissel van Frank Verkouteren. Uitstekende voorzet hier van de zijkant en Kennedy doet het, hij doet het hier, de gelijkmaker door Racing Genk. Op 11 minuten van het einde heet de nieuwe kampioen op dit moment Racing Genk. En een explosie werkelijk, wat een contentement hier op de tribune.